Ik maak vandaag Caribische aardappelpuree. Nou hoor ik je denken, hoezo nou weer Caribisch? Ken je die aardappelsambal die ze in Suriname op de baras doen? Die smaak gaan we omgeven. Dus we gaan een uitje bakken samen met een hete peper en twee teentjes knoflook. Wat kurkuma erbij en dan is het tijd om te stampen. En dit is het geheim. 2 lepels appelazijn van Tromp en Ruup. Hierdoor krijgt het echt die smaak van die chutney. Een klontje boter, wat komijn en melk en dan is hij in principe klaar. Maar deze keer maken we er een overschotel van en doen we er kaas en spekjes op. Zo gaat hij dan nog even onder de grill, totdat hij een mooi korstje heeft. Deze Caribische aardappelpuree is natuurlijk super douchey.